Als groot concern kun je een enorme bijdrage leveren aan sociale participatie. En wij doen dat om mensen in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt op een manier die niet ten koste van onze eigen medewerkers gaat, dus door nieuw werk te creëren. Onze bouwhub is een nieuw logistiek concept. Is heel erg nieuw, maar ook heel erg uniek. We zitten aan de rand van Utrecht. En hier werken we heel erg met mensen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan. We werken met mensen die het normale bouwproces niet meer mee kunnen. Ze dragen enorm bij aan de productie. Ze maken hier hele mooie dingen. We brengen dagproductiepakketten just in time naar de bouwplaats toe. De arbeidsproductiviteit kan omhoog. Afval nemen we meer terug. Houtafval maken we nieuwe producten van. En die zetten we weer in de gebouwen die we maken als Volker Wessels, in dit geval in de stad Utrecht. Op dit moment 3 medewerkers lopen via een social return plan. Ik ben daar enorm over te spreken, voornamelijk omdat ik zie dat de jongens weer enthousiast worden over het werk. En vooral het werk wat ze vroeger ook gedaan hebben, werken met bouwmaterialen. En dat is het voornaamste. De enthousiasme spat er echt vanaf. Misschien wel een van de beste collega's die je erbij kan hebben. Ze zijn gemotiveerd, ze willen weer, ze mogen weer. En ik hoop uiteindelijk dat er meerdere mensen deze kans aangeboden wordt. Ik ben 29 jaar werkzaam geweest bij Boel en van Heesteren als timmerman. Nou, langzaam in de jaren heb ik knieklachten gekregen. En op laatst had ik zoveel knieklachten dat het echt niet meer goed ging op de bouw. Toen is de bouwhub aan het licht gekomen om daar te gaan werken. En dat bevalt perfect. Ja, het fijnste is echt afwisseling. Ik ben nog steeds met bouwmaterialen bezig. Dus daar ben ik ook, ja, omdat ik zo lang bouwervaring heb, ben ik daar goed in thuis. Het is een perfecte oplossing, want nadat ik hier ben begonnen, ben ik ook geen dag meer ziek geweest. En ik heb het heel goed naar mijn zin. En het bevalt me goed zo, dit werk. De gemeente Amsterdam past Social Return toe, omdat wij vinden dat de opdrachtnemers ook iets terug kunnen doen voor de stad, naast de reguliere opdrachten die ze uitvoeren. We hebben een convenant gesloten met KWS, die zijn we op dit moment ook aan het vernieuwen. En de bedoeling daarvan is dat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uiteindelijk in dienst nemen. Maar omdat we merken dat het ook steeds lastiger is om goede mensen te vinden in de bouw en de infra, is het convenant ook echt daarop gefocust. Om mensen met wat grotere afstand eerst in een voorschakeltraject klaar te stomen voor de bouw. Dus enerzijds benut KWS het convenant om kandidaten te vinden. En wij om kwetsbare Amsterdammers weer een duwtje in de rug te geven en klaar te stomen voor werk. Het convenant heet Breed in de Keten. Waarom? Wij doen de social return verplichting invullen samen met onze partners. Dus de leverancier en onderaannemers. Daar bespreken we functies, kwaliteit van functies en opleidingen. Nou, die wens wordt uitgesproken richting Amsterdam. We zijn hiermee begonnen in 2014. Wat nu geresulteerd heeft is dat we 27 mensen een duurzame baan hebben gegeven. Waarvan heel mooi is dat we het met z'n allen kunnen delen en doen. En dat mensen een goede voorschakeling krijgen via Amsterdam. Waardoor de duurzame zetbaarheid er is. Nou ja, wij werken met de Baldenborg groep samen op het gebied van social return. En dat doen we niet alleen voor de buitenkant, omdat wij in projecten daarvoor gevraagd worden. Maar wij doen het met name vanuit een interne motivatie om ook andere maatschappelijke groepen actief te laten zijn binnen dit bedrijf. En de Baldenborg heeft dus mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die zetten wij hierin, in de keuken en in de schoonmaak. En dat zijn onze collega's geworden. En we zijn daarmee gestart als een experiment. We hebben een hele andere groep mensen in huis die ook iets anders meebrengt. Die ook altijd vrolijk hier binnenkomt en ons ook eens een keer aan de andere kant laat zien. Dat vinden wij heel waardevol. Dus wat ons betreft is het experiment wat we opgestart zijn volstrekt geslaagd. Uiteindelijk draait het allemaal om betekenisgeving. Dus het is heel belangrijk als wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen, dat we zorgen dat het iets is waar ze trots op zijn. Dus niet het vegen van de keet, maar iets waar ze echt een voldaan gevoel aan het einde van de dag aan overhouden.